Elke Vlaamse woning heeft een woningpas. Beveiligd inloggen met ITSMI vind ik het gemakkelijkst. Ik selecteer mijn woning en ik krijg op het dashboard, in één oogopslag, alle info, samen met de beoordeling hoe mijn woning het doet. Via een duidelijke navigatie kan ik naar alle aspecten van mijn woning en zijn omgeving, bodemkwaliteit, vergunningen, mobiliteit en natuurlijk ook informatie over de energiezuinigheid van mijn woning zoals mijn EPC-score. EPC-score. Wat wordt daar nu precies mee bedoeld? Gelukkig geeft de woningpas me een duidelijke uitleg bij de moeilijke termen en kan ik, als ik wat meer context wil, ook referentiemateriaal raadplegen. Maar wat is nu eigenlijk mijn EPC-score? Mijn waarden worden getoond in mooie grafieken en lijsten. En deze worden vergeleken met andere woningen in mijn gemeente en provincie. Ook kan ik de directe omgeving van mijn woning bekijken via navigeerbare kaarten. Tof! En what's next? Wat als ik iets wil veranderen aan mijn woning? De woningpas geeft me advies over de energiebesparende maatregelen die ik kan nemen. Of misschien neem ik een drastischere beslissing en wens ik mijn woning te verkopen of te verhuren. Ook daarmee kan de woningpas mij helpen, door een duidelijk overzicht te geven van de nodige stappen en attesten. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn om de woning met anderen te delen. Kortom, de woningpas, het platform voor jouw woning.